Wij gaan onze Shiny Graveler evalueren in een Shiny Golem. Let's go! Return to the village. Gaan we dat gewoon even doen, guys. Kijk, ik wil gewoon heel graag nog een Shiny vangen voor jullie. Snap je dat? We hebben er al één, maar er moet er eigenlijk nog even eentje bij. Oh, nooit. Het is allemaal leuk en aardig dat die hele tijd allemaal van die reports komen. Maar we moeten zo'n massive mass outbreak hebben, want anders kunnen we niet gaan hunten. Toch wel weer even loeren. Je weet nooit. Je weet niet. Oké, dit is wel chill hoor, dat we lekker kunnen vliegen met die vogel, want anders is het wel een heel veel gedoe allemaal. Dit versnelt het proces behoorlijk. Oké, waar zit die outbreak? Oh hier. Zo, zo. Twee van die houtjes hier te pakken. Ding. Oké, even snel die houtjes verslaan. Nou, misschien komt er nog een shiny nog één keer loeren. Nou, ik denk dat dit het wel is. Ik vind het wel best ook. Route. Oké, guys. In de uitlegvideo over shiny hunten heb ik een shiny graveler gevangen. En nou is het zo dat er een speciale manier is om deze graveler te laten evolueren in een golem. Net zoals dat het een speciale manier is om een kadabra te evolueren in Alakazam. Een Haunter te evolueren in een Gengar. En een Machoke te laten evolueren in een Machamp. Dus deze vier Pokémon, die hebben een item nodig. En het item die je daarvoor nodig hebt, is de Linking Cord. Ik ga jullie in deze video laten zien hoe je aan zo'n Linking Cord komt. En hoe je dus deze vier Pokémon's kan evolueren. Dus wij gaan onze Shiny Graveler evolueren in een Shiny Golem. Het eerste wat we gaan doen is terug naar Jubilife Village. Want ik ga jullie eerst laten zien waar je überhaupt zo'n linking cord kan kopen. Dat is heel simpel. We lopen gewoon lekker rechtdoor. Huppakee. En we lopen lekker hier naar dit... Lekker, hoezo lekker? We lopen gewoon naar dit kraampje hier. Bij Simona. Oh, zegt ze, wat goed dat je hier stopt. Wat heb je nodig? Nou, wij willen items. Kijk, hier kun je dus alle evolutiestenen, zie je dat, kun je hier krijgen. Super relaxed. Alle items om bijvoorbeeld Rhydon te evolueren in de Rhyperior, Magmar in een Magmortor, et cetera. Maar waar wij naar op zoek zijn, is deze Linking Cord. Om dit item te kunnen kopen heb je merit points nodig. 1000 om precies te zijn. Deze 1000 merit points die kun je dus op een hele simpele manier krijgen. Ja, als je het niet weet is het best lastig. Maar daar ben ik voor om het goed uit te leggen aan jullie. Naast de save button heb je de wifi button. Lost and found. Oké, zie je hier. Rechtsonder staat dus dat je allemaal merit points kan verdienen. Zie je dat? 87... 87, 97, bla bla bla. Nou, hoe doe je dat? Om dat aan jullie te laten zien, gaan we dus naar een gebied toe. En daarvoor gaan we naar de Obsidian Fieldlands. Dus, we zijn hier in de Obsidian Fieldlands. En wat we gaan doen is, we openen onze map. Bang, op onze kaart zie je hier allemaal tasjes liggen. 1, 2, 3, 4. Nou, die gaan we gewoon even pakken. Dit is even een quick tip. Super easy. Kijk, hier ligt er een. Boom. Hoppa. Boom. Dat was van Annie. Annie, geef mijn tasje even terug. Ho. Oké. Oef. Waar ligt die dan? Oh, hier, bij de boom. Van wie is deze tas? Prosperity? Oké. Deze tas van Prosperity. Super nice na Prosperity. Kijk eens even. Huppakee. Dus.
Oh, shiny. Huh? Waar dan? Wow, oké. Ik zei het net nog. Als we gewoon gaan rondvliegen in een gebied, komen we een shiny tegen. Nooit. Dit geloof ik toch niet. Een shiny Wurmple. Boom. Super nice, kerel. Tidididing. Koekoek. Kijk maar wat je doet. En door. Nou, hebben we toch eventjes een hele fijne shinies te pakken hier, zeg. En hier ligt de laatste tas. En van wie is deze tas? Hallo, van wie ben jij? Van Maven. Oké. Nou, we hebben dus, zoals jullie zien, 4 tassen gevonden in dit gebied. Wat we gaan doen, is terug naar Lost and Found. Boom. Deze 4. Let op, 87 merit points. Teruggeven die handel. Boom. Huppakee, hoeveel zijn dit er? 52 van Annie. Hier, huppakee, 92. En nog een, 100. Huppakee. Wij staan nu op 712 merit points. Dat is prima, maar we hebben de 1000 nodig. Dus we gaan nog even naar een ander gebied. Hoeveel tassen liggen hier? Oh, hier liggen ze allemaal bij elkaar, zeg. 1, 2, 3, 4. Super. Super relaxed. Voordat we die tassen gaan doen, even naar deze meneer. Hallo gozer, mogen wij even onze Wurmple in ons team hebben? Kijk, we hadden dus net 3, om precies te zijn, experience candies gekregen. Die we gewoon gelijk eventjes aan die Wurmple gaan geven. Boom. Boom, 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 boom. Level 13. Volgens mij kan die evolueren. Dat denk ik wel. Dat weet ik wel zeker. Daar gaan we. Kijk dan, hé. Gekke shiny Wurmple op in. Zo random weer, hè. Wat vet, hoor, hé. En wie wordt die? Wow. Kijk eens even. Een shiny Silcoon. Vet, ouwe. Oh, hij kan weer evolueren. Nou, dat is fijn. Let's go, shiny Silcoon. Wat ga je worden dan? Een shiny butterfly. Beautyfly butterfly. Koek koek. Beautyfly. Oh, kijk dan, hé. Deze ziet er wel heel mooi uit, zeg. Wij gaan nu even tasjes fixen. Om die shiny Graveler ook even te evolueren. Daar word ik vrolijk van. Ik word daar gewoon vrolijk van, moet ik zeggen. Ik hoop dat jullie daar ook vrolijk van worden. Hier moet ergens die tas zijn. Ik denk dat die hier ligt. Is dit hem? Jazekers. Richie. Richie, heb je tas laten vallen, man? Is niet oké. Hier ligt nog een tasje. Huppakee. Van Ava. Ava, je moet je tas bijhouden, joh. Oké, hier ligt ook nog ergens een tasje, jongens. Waar dan? Waar dan? Ik kan me niet voorstellen dat... Oh, hier. Tussen het gras. Super irritant. Maven, die raakt al vaak zijn tas kwijt. Gaan we deze laatste tas ook gelijk even halen. Huppakee, prosperity weer. Oké, hup. Hoppakee. Even terug. Huppakee, bam. Is dit genoeg of niet? Ik denk het wel. Boom. Huppakee. 991. En Ava... Bam. 1061 hebben we. Kunnen we nu terug naar Jubilee Village? Want we moeten naar het kraampje om daar dus dat item te krijgen. Linking Cord. Die hebben we nodig. Ja? Zo evolueer je dus Haunter naar Gengar. Kadabra naar Alakazam. Machoke naar Machamp. En in ons geval Graveler naar Golem. Door gewoon tasjes te zoeken... Wegwezen met die tasjes, merit points te krijgen en gewoon dat item te kopen, linking cord. Kijk, boom, huppakee, die hebben we nodig. Eentje zat. Thank you very much. Linking cord, hup, use. En dan is het tijd om onze Graveler te laten evolueren in een shiny golem. Let's go! Daar ga je, baasje.
De groeten. Zo. Vet zeg, wat ziet hij er dik uit zeg, hé. Ik hoop dat jullie wat hadden aan deze video en aan deze tip, zodat je weet hoe je dus nu je Pokémon's moet evalueren met de linking cord en hoe je dus aan die merit points kan komen. Vond je dit een nice video? Knal die duim omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Help de Drop Army groeien. Druk op abonneren en volg elke video die ik online zet. En voor nu zeg ik super bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Passo!